Welkom, kijkers naar de games. En zoals je ziet heb ik heel goed beeld en een nieuwe tank en ik weet niet hoe ik eraan kom. T7 Combat Tanks, even kijken. Want het is namelijk geüpdate. 400 nog het MB erbij. Uit welk land komt hij eigenlijk? Uit Amerika, oké. Even kijken, ik zie hem nergens. Nee, hoe kan dat? Oké, als je hier dus wat meer van weet, dan zeg je het. OMG, maar ik ga er gewoon mee vechten. Boeit mij dat wat? Het is Halloween hier. Misschien komt het daardoor. Ik heb een nieuwe tank. De M8A1. Die komt naar de T82, als ik het goed heb. Maar dan gaan we even met de nieuwe tank, de T7 Combat Car. Nooit mee gevochten en daar gaan we nu mee vechten. Oeh, en dit doet het goed, dit opnameprogramma. En dat zal ik nu ook met Minecraft gaan gebruiken, maar dan moet ik even wat voor regelen, voor de lag. En nu ga ik het programma downloaden dat het dat niet meer doet. En kijk, heel ver bij de TC gekomen. Oké. Ik vraag even gewoon wie is in L. Ontwijdgevens. Move out! Zo, we gaan hier lekker doen. Kijken. Oh. Oké, ik doe straks gewoon een andere tank hoor. Ik word het echt helemaal... Ik ben gewend dat ik zo'n beetje wel... Nou, dit is ook een beetje om naar te kijken. Alleen maar een beetje schieten. Nou, zo'n tank weet zo. Ik heb een soort behoorlijk gehad. Ik ga er gewoon af. Hij is wel snel in, dus dat is wel goed. En met hele hoge banden, grote wielen. Volgens mij heeft het iets met Halloween te maken. En nou, dan zet ik even in de reactie dan of jij hier iets van weet. De geluiden van de kanonnen zijn nu anders. Ik had net een lichte tank verklinkt net als ware tank. Nou, dan moet ik... Oh, ik heb nagenomen zwaar. Whatever tracks is damaged. Oh. Nee! The radio man is bleeding. We can't report that for everyone. Get out. Dit was anders een hele korte aflevering, maar ik ga gewoon lekker nog een gevechtje doen. En nogmaals, ga dus niet met die fucking tank. Dan ga ik wel even met de DB2. Tenminste, ja.
snap er ook echt helemaal niks van hoor. Misschien gewoon een gift of zo, weet ik veel. Oké, nu ben ik wel eens benieuwd hoe dit kanon klinkt. Zoals jullie weten, is de DM2 niet echt een hele sterke tank, niet echt een hele goede tank. Maar het is een heavy tank en ik vind het wel geinig. Ik ben ook aan het sparen voor de B1. En voor de tank die na deze komt, ik ben hem een beetje vergeten. Er zijn in ieder geval veel cijfers en... Oké, de M7. Tutorial 1 hebben we 2 van 2 KV1's. Een DW2 van mij. En dan zitten we op de 5 heavy tanks. We hebben ook een DW2, dus laat ik gewoon op hem afgaan. Move out. Okay, deze laat tenminste lekker snel. Oh ja. Dat klinkt beter als ik het geluid van heavy tank. Oh, dat klinkt beter dan het eerst. Ik zat hier gewoon zelf van een licht. Dan ga ik even mijn hond op. Ik zou die church real one gaan doen. Kijk, dat is best wel goed. Dat is premium, hè? Moet je kopen. Zo ga ik ook niet. Het is een leuk spel, maar ik weet niet of ik hier echt geld voor ga betalen. Er zijn wel wat nieuwe dingen aan het bestaan. Bijvoorbeeld wat cijfers. Kijk, hier naast de lijst van onze spelers, dat groene cijfers met 2,93, ik weet niet wat het is. Linksbovenaan zie je iets met een hals. Ja, ik weet niet waar dat voor is. Maar we zullen wel zien. Oh, dus, dat is best wel... Dat is een café. Oh. Oké, als de church real wat uitgezocht. Misschien is de DW2 wel beter geworden. Ah, dat lijkt er meer op, hè, vriend. Beetje lopen schieten. Ah, goed zo. Ik heb hem alleen niet in het vizier. Oké. Help. Oh. Rij dan niet naar achter. Ik wil ook even kijken of ik nu wel jou. Of ik jou nu wel kan. Holy shit, er zit een zinkend. Oh. Ik wilde beter is als ik even naar de baas terug ga ofzo. Is hij ook daar? Ja, kom ons lekker helpen man. Shit, what the fucking noob, die rijdt gewoon even tegen hem op alle levens eraf. Ik weet niet, staat de KV1 hoor. Who knows. Die gaan allebei dood als je erin gaat. 6%. Oh nee, ja, 6%. Bij ons is er ook KV1 uitgeschakeld. Kan ik hem nou wel? Nu hé. We're done for. Everyone get out. Oh nee, ik zou echt willen. Ik zou het niet zeggen. Nee, dit was echt. Oh, waarom kan ik nooit een gevecht goed doen op mijn YouTube? Ik heb pas een supergoed gevecht. 5 kills, nou, nog nooit op YouTube zien. Twee gevechten vind ik al genoeg voor 1 aflevering, dus bedankt voor het kijken naar Arigames. Like ook even, natuurlijk omdat nu het beeld beter is. Niet omdat het, je kan niet liken omdat dit goed was. Reactie even achterlaten en wat ik natuurlijk in andere video's al vraag. Of je eventjes aan iedereen die je kent wil vertellen. En dat je zeker weet dat ze ook YouTube kijken, weet je wel. Of ze dan ook naar Harry Games gaan kijken. Of in ieder geval even 1 video bekijken. 1! Oké. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Later!